Welkom bij een nieuwe vlog. Op een van mijn vaste wandelroutes kom ik aardig wat buurtbibliotheekjes tegen. Oftewel van die kasten waarin boeken staan die mensen mee mogen nemen. En normaal gesproken loop ik er altijd langs en kijk ik er niet in. Maar ik had een nieuw projectje voor mezelf bedacht dat iedere keer als ik een Stephen King in zo'n boekenkastje tegenkom, dan neem ik hem mee. Als ik hem nog niet gelezen heb natuurlijk. Maar ik kom geen Stephen King boeken tegen, maar wel andere dingen die ik recent heb meegenomen. Waaronder dit boek. Let wel, het tofste boek wat ik van de week heb meegenomen, dat bewaar ik als laatste in deze vlog. Maar ik begin met deze, San Francisco. Foto's bij Morten Beebe. En wat ik er tof vind aan dit boek, is dat het natuurlijk over San Francisco gaat. Maar ook dat het San Francisco is van vlak nadat ik in de Verenigde Staten heb gewoond. Namelijk eind jaren 90. Dus het is voor mij een feest om al deze foto's te zien. Want heel erg herkenbaar eigenlijk. Nou, het staat in allerlei verschillende talen. Net zoals bij Taschen. Ik ga je niet alles laten zien. Maar ik vond het heel leuk om dit zomaar tegen te komen op mijn wandelingen. En ja, om het dus even mee naar huis te nemen om te bekijken. Want San Francisco is een bijzondere stad. Er zijn ook bijzondere films en tv-series opgenomen. Onder andere de Dirty Harry-reeks is daar deels opgenomen. Nou ja, dat hoef ik jou niet te vertellen. Dat weet je wel. Even kijken hoe sprookjesachtig dat er toch uitziet met die mist. A View to a Kill is deels in San Francisco opgenomen. De laatste Bondfilm van Roger Moore. En wat leuk is natuurlijk al die oude tv'tjes die je hier ziet, al die oude monitoren. Dat is de beurs kennelijk. De beurs is natuurlijk een plek des onheils, maar het is wel leuk om eventjes te zien. Cablecars. En wat er ook is opgenomen in San Francisco is een aflevering van Night Rider. De eerste aflevering van het derde seizoen, als Bonnie weer terugkomt. Echt super tof. Er is nog eentje van Chinatown die ik je wilde laten zien. Kijk, dit is natuurlijk... San Francisco beroemd is, hè. De hoogteverschillen in de straten. Nou, dit vind je dus gewoon in een boekenkast langs de weg. Super tof. Hier ben ik dus ook geweest op de Golden Gate Bridge. In de auto en wandelend. Nou, dat is toch wel bijzonder, vind ik. Om dit weer zo terug te zien. Goed. Dat was San Francisco. Erg leuk om te zien. Deze kwam ik laatst tegen. Mijn Drenthe van Gerrit-Jan Zwier. Denk je, wat moet Michael nou met een boek over Drenthe? Nou, misschien research voor onze toekomstige woonprovincie. Want we zitten er wel eens aan te denken om de stad te verlaten en dan in Drenthe te gaan wonen. En er woont ook wat familie van mij in Drenthe of is daar gaan wonen. Dus ja, ik dacht, dit kom ik zomaar tegen. Laat ik het eens meenemen. En het leuke is aan die boekenkastjes. Staat er nou iets in wat je gelezen hebt? Kan je het gewoon weer terugzetten als je er klaar mee bent. Je hoeft het niet allemaal thuis te bewaren. Maar dit zijn dus... eigenlijk allemaal fragmenten over Drenthe en ook de eigen bevindingen van de Gerrit-Jan Zwier. Ik ben nog niet heel erg vers zoals je ziet, maar desalniettemin leuk om te lezen. Maar het klapstuk kwam van de week hier, dit boek. Spanky van Christopher Fowler. Ik heb nog nooit van Christopher Fowler gehoord. En ik wist ook niet dat dit een cult horrorboek was. Een moderne Mephistolus met een scherpe vouw en zijn smoking. Maar moet je kijken naar de vormgeving van deze cover. Dit kan ik gewoon niet weerstaan. Dit moet ik gewoon meenemen. Het is zo'n verschrikkelijke, heerlijke foute vormgeving. Het spat gewoon van het papier af en het springt je tegemoet. Het is zo'n lekker dik gelezen boek ook. Kijk hoe die rug eruit ziet. Dus het is gewoon, ja, gewoon geplakte rug. Het is van uitgeverij Luiting Zeithoff. En die geeft ook natuurlijk horror uit, zoals Stephen King in het Nederlands. Die heb ik er wel een paar van. En waar gaat dit over? Nou, Martijn Ros leidt een verstikkend leven. Een doodzaaie baantje. Een benauwd appartement. Een serie mislukte verhoudingen. Stom, vervelend en uitzichtloos. Dan ontmoet hij Spanky. Een strak in smoking gestoken charmeur. Spanky heeft alles wat Martijn mist. Goed uiterlijk. Succes. Schaamteloosheid. Spanky biedt hem aan zijn wereld van vrouwen, wijn en weelde te delen. Maar waarom zou iemand een verliezer als Martijn helpen? Daar moet iets achter zitten. Instant succes heeft zijn prijs, vanzelfsprekend. Maar het heeft niets te maken met het gedwongen verkopen van je ziel. Ieder het tegenovergestelde. Ja. Dat is gewoon hartstikke leuk. Een deal met de duivel. In dezelfde week dat ik de serie Lucifer heb afgerond. Maar dat is een verhaal voor een andere vlog. Maar moet je kijken, dit is... Ik ben wel benieuwd trouwens of het staat wie dit cover heeft gedaan. Omslagontwerp is van Ed met E-double-D. Nou, geen idee wie dat is precies, wat voor bureau dat is, maar... Ja, ik ben dus heel erg gevoelig voor dit soort prachtige covers. Ik ben benieuwd hoe jij daar tegenaan kijkt ook. Is dit iets wat je aantrekt? Dat je denkt van wauw, dit is zo lekker fout. Dat moet ik gewoon in de kast hebben staan. Dat moet ik gewoon een keer lezen. Of blijf je er ver van? Anyway, dat waren de drie vondsten die ik in een boekenkastje heb gevonden hier om de hoek eigenlijk. Op een vaste looproute. En ik dacht, ik laat je dat gewoon even zien op deze bloedhete donderdag dat ik dit opneem. Zelfs mijn camera begint te zweten. Dus ik hou het voor gezien. Dankjewel voor het kijken. Op naar een volgende vlog.